Yo mensen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een soort van update video eigenlijk. Want het is ook op een andere set zoals je ziet. Dat heb ik jullie, heb je nog niet verteld trouwens. Want ik heb gisteren namelijk een pack opening opgenomen. Waarin ik dus vertel dat ik een nieuw bureau heb. En dat heb ik dus bij deze, hier een nieuw bureau. Ik ga nog wel een keertje iets van een setup video doen waarbij ik dus mijn nieuwe bureau laat zien. Want daar stond de oude. Die staat nu hier zo tegenover mijn bed. Want hier zo staat mijn bed, zeg maar. Zie ook wel daar zo de deur. Vrij logisch eigenlijk. Maar dit vind ik wel leuk. Ik zou het wel een andere keer laten zien, denk ik. Maar er zit hier iets van zo'n uitschuifdingetje aan mijn bureau, zeg maar. En waar ik de camera op kan zetten. En ik heb dus een leuke shot. Zo leuk shot van, gewoon grappig hoe het er zo uitziet. Leuk achtergrond. Dat was het woord dat ik zocht. Maar in ieder geval, waarom zijn er afgelopen week zo weinig video's gekomen niet met het oude schema? Ik zal het je uitleggen. Het is vakantie en dan zou je denken, er komen gewoon dagelijks video's. Maar nee, ik bedoel, wij hebben ook andere dingen te doen. Tenminste, wij doen ook gewoon andere dingen. En soms hebben wij gewoon in de vakantie hebben wij er geen zin in, want wij zien de vakantie eigenlijk ook wel gewoon als een vakantie eigenlijk, waarbij we dus niet dagelijks hoeven te uploaden. Zie het alsof het je werk is, zeg maar. Niet dat het ons werk is, maar gewoon alsof je aan het werken bent en je vakantie is het toch ook vrij. Dan ga je toch ook niet met je werk bezig gaan. Ik bedoel, wij doen nu af en toe wel wat en het is voor de lol, dat begrijp ik ook wel, maar ik en Bodie die hebben toch besloten om het niet dagelijks gewoon het oude schema voor deze vakantie nog te uploaden. Dus er komen natuurlijk wel video's. Nu is het natuurlijk zondag. En dinsdag komt er denk ik nog wel een video van mij, anders vrijdag. Want ik heb nog echt gewoon een hele hoop video's klaarstaan. 2 pack openings en nog 2 sketches en nog iets van een Minecraft video of zo. Heb ik nog klaarstaan, moet ik nog editen en zo. Maar basically, that's it wat ik wil vertellen eigenlijk. Ja, na de vakantie komen er dus wel weer video's. Gewoon volgens het oude schema, dus gewoon dagelijks weer. En dan gaan we gewoon weer ons best doen en zo. Dus dan komen er ook gewoon betere video's. Of nou, betere gewoon. Maar goed, dan komen er wel gewoon weer goede video's. Gewoon video's natuurlijk. Dat zijn allemaal goed, hè? In ieder geval, we hebben wel de 518 abonnees nu. We hebben 500 abonnees gehaald. Bedankt allemaal. Zonder jullie was het natuurlijk net nooit gelukt. Wil ik en Bodie hier natuurlijk hartstikke voor bedanken. En we hadden nooit gewacht dat het zo snel was. We zijn nu iets van 3 maanden bezig, nu 500 subs. Klasse. En op naar de 1000 zou ik zeggen. Maar in ieder geval, waarom heb ik niet zoveel te vertellen? Nou, that's it eigenlijk. Wat ik wel jullie kan vertellen is dat ik bezig ben met een nieuwe serie. Daarmee ga ik straks aan de intro beginnen. Het voelt wel echt een vet leuke intro worden. Maar weet je. Het wordt gewoon een leuke serie die ik nog ga doen. Ik moet het nog wel een beetje uitwerken en zo. Maar het wordt wel gewoon een leuke serie. Het enige wat ik erover kan praten is gewoon dat het... het is met de camera. Meer ga ik niet zeggen. En that's it. Meer heb ik eigenlijk niet te vertellen. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Laat een duimpje omhoog achter en deel het met je vrienden. Zodat zij weten waarom er dus deze vakantie zo weinig video's zijn. Het kwam natuurlijk ook omdat Bodie 3 weken op vakantie was. En ik was ook zelf 1 week op vakantie. Dus daarom hadden we ook 1 week niet geüpload. En deze week eigenlijk is dit ook volgens mij de eerste video, ja. En wat was de laatste video? Let's have a look. Dat was mijn vakantievlog van 6 dagen geleden. Dus dat was maandag, dacht ik. 16 likes trouwens, wat de hel, dat had ik echt niet voor. Ik van, die zijn allemaal AFK. Want dat is ook eigenlijk een soort van reden waarom wij nu niet zoveel doen en waarom we ook niet echt livestreams doen. Omdat wij denken dat velen van jullie op vakantie zijn en dat merk je ook gewoon aan de likes. Hetzelfde had ik vroeger op Technische vorig jaar. Toen gemiddeld kreeg ik toen 12 likes op een video en toen in de vakantie kreeg ik gemiddeld 5, 6 max of zo. En nu heb ik toch nog 16 op sommige video's, waarbij we er eigenlijk normaal gesproken rond de 25 op kunnen krijgen. Dus ik klaag niet, dat is het niet, weet je. We hadden niet natuurlijk veel likes verwacht, want wij denken van, jullie zijn ook gewoon op vakantie en dat is ook logisch. En daarom doen wij ook gewoon wat minder video's maken, omdat wij gewoon iedereen van jullie de beste video's willen laten zien. Dus maken wij ook... Dus na de vakantie komen er wel gewoon weer dagelijks video's en ook echt gewoon goede video's die jullie natuurlijk weer volop kunnen liken. En hier een voorbeeld, mijn horrorfilm. Ik snap dat niet iedereen van horror houdt, maar zo echt erg eng is ook weer niet. Het is, je kan schrikken, ik kan ook niet schrikken, dat maakt niet zo heel veel uit. Maar die heeft 10 likes, het is toch redelijk, dat is wat ik vroeger kreeg, maar... Ja, ik denk dat als ik deze had geüpload buiten de vakantie, dat hij dan wel gauw in de 15 tot 20 likes had. En dat geldt ook voor mijn vakantievlog. Maar niet dat ik nou ontzettend erg, niet dat jullie nou moeten gaan zeggen van het duurt om de likes en zo. Maar
Maar dat is echt niet zo. Daar probeer ik echt niet duidelijk te maken van. Like allemaal meer, ik vind het echt te weinig en zo. Maar ja, dat is ook wel een reden waarom wij dus niet zoveel uploaden. En we willen gewoon zo goed mogelijke content. En wij maken betere content als wij meer likes krijgen. Dus, want dat motiveert ons natuurlijk, spreekt voor zich. En ja, that's it eigenlijk. Dat heb ik nou al een aantal keer gezegd. Dit was eigenlijk deze video. Dus ja, bedankt voor het kijken. Laat even een duimpje omhoog achter als je het leuk vond. Deel met je iedereen, zodat ze weten waarom er dus geen video's waren gekomen. En voor de rest, ja. Bedankt voor het kijken en abonneer je op het kanaal. Dan zie ik jullie volgende keer weer terug in een nieuwe video. Laters!